Petrus, niet voor engeltjes. David de Vauw, zaterdagavond staat de wedstrijd tegen Lokeren op het menu. Frankie Durie ziet Lokeren als een taaie tegenstander en zelf een tegenstander of een mededinger voor play-off 1. Denk je er ook zo over? Tuurlijk, ja. Ik denk dat Lokeren zo wat ieder seizoen probeert mee te spelen voor play-off 1. Ik denk dat ze dit seizoen misschien wat minder gestart zijn, maar oké, ze hebben de Kulenaar misschien verkocht, maar ik denk dat ze nog altijd een heel goede ploeg hebben. Ze hebben heel weinig jongens weggedaan. Margie die er nog bijgekomen is, ik denk een heel goede voetballer ook. En ja, Lokeren is zeker niet onderschat. Ze spelen het stevige geheel, stevige jongens, grote jongens. Heel veel duelkracht. Dus dat zullen wij ook moeten tonen zaterdag. Is daar de nadruk op gelegd dan tijdens de voorbereiding naar Lokeren toe? Van kijk, zijn duelkrachtige jongens, wordt er dan specifiek op getraind? Oh ja, we proberen uit die duels te blijven. Ja. Hè. Ik denk dat je ziet dat in het middenveld vooral heel veel sterke jongens hebben die de bal heel snel willen recupereren. Nou oké, wij moeten proberen dat te ontwijken. En ja, als we erin terechtkomen, dan moeten we het duel aangaan en proberen te winnen. Bij Zeldwaardigheid moet geschoven worden. Steve Koopaert is er niet bij. Niels van den Broeke heeft zijn pols gebroken. In hoeverre heeft dit meegespeeld deze week? Oh ja, oké, ja. Natuurlijk is het jammer dat Steve geschorst is, denk ik. Steve heeft alle wedstrijden al gespeeld. Nou ja, dat zou hem zeker wel eens gaan missen. Maar ik denk dat de jongens die staan er klaar voor, weet je, de jonge gasten. En ik weet nog niet wie er gaat spelen, dat zullen we morgen wel zien. Maar oké, ik ben zeker vast van overtuigd dat die jongen het perfect zal zijn. Een van de jonge gasten die er deze week is nog eens bijgekomen bij de A-kern is Pepijn van Hansbeke. Voor vele SCV-supporters nog vrij onbekend. Kan je iets meer vertellen over die jongen? Oh ja, Pepijn heeft ook nog maar 2 of 3 keer meegetraind. Dus ik kan er niet heel veel van zeggen. Maar je ziet dat ook weer de jonge gasten, de visie van de club, weet wel, die ervoor werken, die talent heeft. En ja, we zullen die jongen zeker en vast weer goed opvangen. En die zal er zeker en vast wel weer komen. Zo, zo! Kus, kus! Zeldwaardigheid staat op dit moment op de tweede plaats. Is dat een geruststelling of is dat net of is dat een motivatie om nog beter te doen of is dat net de geruststelling dat jullie niet naar beneden moeten kijken? Nee, ik denk dat het vooral is dat je goed gevoel moet hebben dat je op de tweede plaats staat. En ik denk dat dat niet alleen voor ons, maar ik denk dat dat voor iedereen is die met Zeldwaardigheid bezig is, dat iedereen met een prettig gevoel rondloopt. En ja, het is de bedoeling om dat gevoel te blijven behouden. En oké, als we een keertje 5e staan of 6e, zal er ook dat goed gevoel zijn. Maar hoe hoog je staat, hoe prettig natuurlijk voor iedereen. En het is natuurlijk wel een motivatie om dat te blijven staan. En ja, het is ook gemakkelijker voetballen, denk ik. En dat zullen we morgen ook tonen. Heb je al in je carrière zo hoog gestaan in het klassement? En dan na pakweg 10-11 wedstrijden? Na zoveel wedstrijden denk ik niet. Misschien met Sparta wel 1 keer in het beginjaren, maar eigenlijk niet. Het is ook wel een nieuwe situatie, maar een heel leuke situatie denk ik. Het valt ook op hoe nuchter iedereen binnen Zeldwaardigheid omgaat met die tweede plaats. Is er daar ook een rol weggelegd voor de kapitein? Oh ja, niet alleen voor mij. Ik denk vooral voor de ervaren jongens, het wel, met de trainer ook. Praten we daar vaak over hoe we moeten mee omgaan. En, ik denk dat we iedereen met de voeten op de grond houden. En dat merk je ook aan iedereen. Het mag natuurlijk wel plezier zijn op training, maar het moet ook hard gewerkt worden. En, ik denk dat we dat de afgelopen dagen ook gedaan hebben. Ik zou willen afsluiten met een opvallende statistiek. De laatste 4 confrontaties met Lokeren in hun 4 keer op een gelijkspel. Tijd om daar verandering in te brengen? Laat ons hopen in ons voordeel dan als er verandering komt. Maar ja, ik zeg het zal een gesloten wedstrijd worden, omdat je weet dat zij ook zo spelen. En laat ons hopen dat we kunnen doorbreken en dat we die overwinning kunnen binnenhalen. Dankjewel, David de Vauw.